Omgeving Woerden, voorjaar 2011. De extreme droogte heeft gevaarlijke scheuren in de rivierdijken gecreëerd. Een hele brede vind ik. Het is een hele brede en een hele diepe. Sommige plekken. Ja. 35 centimeter, bijna. Ja. Op hier onderop, hè? Ja. Jeetje. Te veel water is een probleem. Te weinig maakt onze kleidijken net zo kwetsbaar. Deze scheuren in het droge gedeelte die worden dus soorten langer en dieper. En de scheuren in het gedeelte wat we besproeien, die zijn niet dieper geworden, niet langer. Die zijn eigenlijk een beetje stabiel gebleven. Ik wil niet zeggen dat dat minder geworden is, maar in ieder geval stabiel. En deze zijn gewoon achteruit gegaan. Dit is 35 centimeter. 35 centimeter. En toen we begonnen zaten we rond de 20. Marcel heeft van een trekker en een schuit een sproeier gemaakt om het lager gelegen land te beschermen tegen een dijkdoorbraak. Als deze het begeeft, nou, dan loopt de polder onder water, hè? En je huis? En het huis. Ja, dat bedoel ik.